Petra. Hallo. Hoe ben je zo gekomen? De tak van sport, wielrennen. Ja, ik hou van wielrennen. Ik fiets zelf ook. Vanaf mijn 13e fiets ik, zeg maar, op een racefiets. En ja, alles eromheen, dat vind ik wel mooi. De entourage, de wielrenners. Het fietsen op zich, dat is al een kick. Ik krijg echt een hele kick van de afdaling. Kan ik dus echt heel hard gaan. Ja, 80 keer, dat is niks in het uur. Dus dat, en voor de rest vind ik het geweldig om het te fotograferen. Het is om het vast te leggen, de mooie momenten eruit te pakken bij de elite renners, bij de dames en bij het veldrijden. Oké, dus je doet niet alleen maar de weg, maar ook de andere takken, dames en veldrijden. Het veldrijden, ja, dat fotografeer ik alleen. Dus niet zozeer de profs? Ja, ook de profs. Ik ga ook naar de Tour en naar andere wedstrijden. Bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen of Amstel Gold Race ben ik altijd aanwezig. Vind ik een mooie klassieker, zeg maar, die wij hier hebben in Nederland. Dus ja, ik vind het geweldig, in één woord. Ja. Nou, veel succes met je tentoonstelling. Oh, dankjewel. Ja, kom allemaal kijken, zou ik zeggen.